Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Jordi, Liam en Sam zijn allemaal al klaar. En ik ga ze... Ik ga ze meenemen in de auto. En dan zorgen dat Jordi naar schooltje gaat. Want hier is nog steeds geen vakantie. Officieel is het aankomende maandag vakantie. Maar dan heeft Jordi nog een weekje extra. En ja, dan is dat gewoon zo op het medisch KDV. Laten we het even zo noemen. Waar dat Jordi op zit. Daar hebben ze een weekje langer en een weekje, zeg maar, eerder weer school. Dus vandaar, ik ga het even regelen. Ik ben ruim op tijd. Het is nu iets voor 8:30, dus ik kan rustig aan. Op schooltje aangekomen. Even filmpje aanzetten voor die twee. En dan even Jordi naar binnen brengen. Ik ben heel eventjes naar de winkel geweest. En toen kwamen we thuis. Fruit, brood. Nou liggen ze op bed en ze liggen gewoon allebei te slapen. Soms heb je van die dagen dat je frietjes gaat eten. Dus Niels heeft eten besteld bij Cafetaria de Toerist. Want daar kwamen we toch onderweg langs. We hebben de school van Jordi gezien. En het is allemaal goed, allemaal perfect. En Liam en Sam hebben daar lekker gespeeld. En dan komt Niels dadelijk terug met ons eten, want we hadden al online besteld. Dus dat, dat zei ik ook wel melden. Jordi staat lekker hier te chillen. We hebben lekker frietjes gegeten. Ja, Jordi. En ja, je ligt allemaal wenden. Wat zijn jullie daar aan het doen? Wat ben je aan het doen? Sammy, ben doen. Je bent te wennen. Ben je met de eend aan het praten? Daai. Het is nu buiten 35 graden of zo. En hier binnen heb ik gewoon nog lekker 25 graden. Heb ik goed geregeld. Een hele goede morgen. Ik heb al een drukke ochtend gehad. Ik heb Jordi al fysiotherapie laten geven. Of in ieder geval, iemand heeft hem fysiotherapie gegeven. Ik heb Jordi naar school gebracht. En nu zitten die twee etters op de bank. Er zit geen geluid bij, jongens. Zeg dat dan tegen mama. Dat. Dus, En nu zijn ze een beetje chagrijnig en een beetje boos. Prima. Ik kan ook mee even uit mijn mond doen. Even ijsklontjes pakken voor mijn waterkoeler. En dan gaan we proberen deze dag goed door te komen. Ja, wij slapen. Niet mama opeten. Je moet niet mama opeten.
Je bent moe, hè? Sammy? Ja? Ik kan nou dan niet, je hebt hem zitten bijten. Ik heb geluk. Ik heb geluk. Ik wilde alles gaan klaarmaken enzovoort, belt Niels op. Ik ben onderweg naar huis, want het bedrijf waar hij nou voor werkt, of in ieder geval die hem hebben ingehuurd, die hebben een hitteprotocol vandaag. En Niels die is dus op tijd thuis, dus die kan Jordi ophalen. En ik zei ook van, ik vind dat eigenlijk wel fijner met dit warme weer. Want het is gloeiend heet in de auto. Dus ja, dan moet ik die mannetjes wakker maken, laten ze maar even slapen. Dus dan kunnen ze vanavond ook iets later naar bed. Dus dat betekent, mijn BH uit en gewoon alles los. Oh, lekker. Ik kan eens een keer eigen bekijken op YouTube. Misschien krijg ik wel een baan aangeboden als zwemster in 33 graden. Bah. Zijn jullie met Pasha? Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend een drukke dag gehad. En ik ga het even uitleggen. Ik moest Liam naar school brengen, toen snel naar huis. Want de buikfysio voor Jordi, die kwam hier en die heeft meegekeken. In principe alles wat ze liet zien. Ze heeft ons nog wel wat tips gegeven. Alles wat ze liet zien, dat doen we al. Dus in principe is het zo dat we niks doen wat we niet al doen. Ze heeft ons nog wel een paar tips gegeven. Een tennisbal over zijn buik heen en dat soort dingen. Dat gaan we nog proberen. Maar ze verwacht zelf geen toverdingetjes of wat dan ook dat het ineens helpt. Volgende week komt ze weer. Dan hebben we hier op de aankleedtafel. Die komt morgen. En dan komt ze weer. Jordi had net daarna had hij zoveel buikpijn dat ik tegen de medisch kinderdagverblijf heb gezegd van hij komt niet. Ik wil even kijken wat het nou met hem gedaan heeft. Want ze heeft echt in hem zitten duwen en doen. Dus dat kan best wel voor buikpijn zorgen. Hij is nu aan het drinken. Heeft al zijn fruit op. Sam is nog wat fruit aan het eten. En als ze daarmee klaar zijn, dan kleek ze eventjes gauw aan, luien doen, dat soort dingen. Ga ik even gauw naar de winkel, dan is het alweer tijd om Liam op te halen en thuis te zijn. Dus dat is wat de bedoeling is. Hij heeft wel buikpijn en hij heeft daar ook bij haar buikpijn laten zien en wat hij zelf doet. En zij zegt zelf ook van ja, ik weet niet of het dit zal zijn. Maar we gaan het gewoon doen. Dat zeg ik er ook gewoon heel eerlijk bij, dat we het ook gewoon wel echt gaan proberen. Baat het niet, schaadt het niet. Dat is onze gedachte, dus vandaar. En ik heb nog steeds slaap in mijn ogen zitten. Oh mijn god, echt waar. En zo loop ik rond. Maar goed, dat is in ieder geval waar we het over hebben gehad. Meer kan ik er niet van maken. Dat dus. Zo, ik heb even gezweet. Kinderen liggen op bed. Ik heb Jordi ook even naar bed gedaan. Gewoon voor prikkelarm. Ik heb even alles dichtgemaakt. Dit is gewoon zweet. Ik heb even iets anders aangetrokken. Zonder Bertje Hendricks. Want ik werd helemaal lijp. Dus dat. Ik hoef vandaag nergens mee. Ik hoef Jordi niet meer op te halen. Dus dat is goed. En nou ga ik heel even wat drinken, zitten en eten. Want dat heb ik nog helemaal niet gedaan vandaag. En dit en daar ik wist. Ik ben helemaal licht in mijn hoofd nu. Dus ik ga even niks doen. Want dat. Kindjes hebben allemaal geslapen. Sam die wou op een gegeven moment niet meer slapen. Dus ben ik er mee bezig geweest. Nu liggen ze lekker chipje te eten. Liam die ligt. Of die zit hier. Dus ja, dat. Dat is de situatie momenteel. Jordi zijn buikpijn is wel te doen nu, wat ik van hem zie. Dus we gaan het afwachten hoe dat loopt. Dus we eten vanavond eten we lekker kapsalon. En voor de rest heb ik eigenlijk niks te melden. Want het is hier één grote puinbende. Maar als ze vanavond op bed liggen, gaat mama aan de gang.
Dus ja. Ik heb ook vandaag niet zoveel puff om te vloggen. Ik ben kapot. Ik heb vanochtend zoveel gerend en gedaan. Dus dat. Dat is even wat ik wou melden. Een hele goede morgen. Ik heb al 3 koters aangekleed. We hebben het gisteravond hier helemaal vrijgemaakt. Want vandaag komt hier de aankleedtafel. Als het goed is. Ze zijn als het goed is er bijna, weet ik het. Tussen 8:30 en 9:15. Nee, 8:30 en 9:00 zouden ze er zijn. Dus we gaan het even afwachten. Dan heb ik mijn magneton verzet. Hier mijn fruit. En daar heb ik de rest van de zooi staan. Ja, dit is afwas. Dat moet ik nog doen. Gisteravond alle flesjes afgewassen. De reden dat ik het fruit heb verzet is omdat het bij het raam gewoon eerder verpietert. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dus vandaar. We gaan het gewoon afwachten. We hebben dit gewoon opgeschoven. Met als reden. Dan kan ik kijken wat ik nog nodig heb. Wat aan de kant moet, wat weggaat, et cetera. Op het moment dat het ding nog staat. En dan heb ik gewoon niet zoveel haast, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Dus dat. Straks komt ook nog de visio. Die is ook met een 20 minuutjes. Sweet. Dus alles komt tegelijk. Is niet erg. Is niet erg. En ik heb overal jeuk. Ik heb hier volgens mij een muggenbult zitten. Maar goed. Dat is en gaat mijn dag zijn. En toen waren we alweer zoveel uur verder. De kindjes liggen op bed te slapen. En hij is eindelijk klaar. Ik heb hem net even helemaal afgedaan met een doek. Ik moet nog een paar kleine stukjes doen. De vloer even doen. En dan kan ik hem gaan inruimen. Ze zijn er echt wel een hele tijd mee bezig geweest. Dit is heel makkelijk. Deze kan helemaal omlaag. En helemaal omhoog. Joef, ga weg daar. Kom op, weg daar. En dit is Jordi's nieuwe aankleedstation. Dit gaat dus weg. En dan moet ik dit nog even inruimen en alles. Maar dan ga ik gewoon lekker door de dag heen op mijn gemakje doen. Eerst ga ik even de vloer schoonmaken. Want ja, hè, stof en die hele zooi. Ze hebben wel gestofzuigd, heel netjes allemaal. Maar ja, toch maak jezelf beter schoon. Dus in ieder geval, netjes. Niels is thuisgekomen. En nou gaan de kindjes zo weer naar bed. Niels is Jordi nu voor het eerst aan het verschonen op de aankleedtafel. We gaan dadelijk eventjes vragen aan Niels hoe dat het is gegaan. En Liam, die ligt hier lekker flesje te drinken. Sam heeft hem al gehad. Jordi heeft hem ook al gehad. En dan gaan ze lekker naar bed. Ja. Kijk, mama, kusje. Doe me gewoon graag, hè? Met mijn lekkere schatjes even knuffelen en voelen. En Niels, hoe was het verschonen? Ja, goed. Alleen dat is nog een beetje opstandig. Ja, bij mij niet. Nee, maar nou was, hij is altijd als hij tegenwerkt, dan hij wou niet gaan staan. En, hij wou niks, dat is waar. Mm. Dat is waar. Maar ik spreek jou nog wel. Nou, het is gewoon een kwestie van oefenen en tijd in spenderen. Mm-hmm. Dus, maar goed. Maar het is wel makkelijk dat hij er zelf op kan klimmen en dat je hem dan omhoog kan doen. Ja. Kindjes liggen inmiddels in bed. Ik hoor ook vrij weinig, dus ik denk dat ze wel een heel eind al zijn. Maar goed, wij gaan ook deze upsen dan afsluiten. Ik ga nog even wat opruimen. Niels gaat mij nog even helpen. En dan is het bedtijd. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.